Handen in de lucht, we gaan het doen! Of je klauwen, tentakels, alles. Maak! Ja! Ja! Dracula, lach niet mee van Torolai, die wint de strijd! Mogen wij ook bij het team? Nieuwe leerlingen moeten wachten op de brugmonstervoorrondes volgende maand. Gelukkig voor die twee doe ik niet mee om hoofdschreeuwleader te worden. Ik ga een grotere vis vangen. Zeg iemand iets over vis vangen? Heftige binnenkomst. Op wie ga jij stemmen, Laguna? Torolai. Torolai is goed en ik zal iedereen die tegen haar iets vernietigen. Stem op Torolai. Morgen mogen alle leerlingen stemmen op ofwel Draculaura of Torolai. Als hoofdschreeuwleader. Ja, Draculaura. Ja, Torolai. Maar nu eerst neuzen in de boeken. Geen gedraal. Veel succes morgen, Torolai. Je mag iedereen dan wel om je vleugel gewonden hebben, maar mij niet. Ik ken jouw geheim. Je bent een heks. Wat? Ik ben geen... Ik heb je gehoord tijdens je monsterminuut. Dacht je nu echt dat een heks hoofdschreeuwleader mag worden? Hekserij is verboden. Als dit uitkomt, zal dat gevolgen hebben. Je wordt van school gestuurd. Maar als je opgeeft, zal dit katje haar mond houden. Zo niet, dan komt je geheim uit. Wacht. Niemand zal je geloven. Het is jouw woord tegen het mijne. Het mijne en Laguna's. Kan ik je helpen? Laguna, ik ben doorweekt. Sorry. De pijpleidingen hebben een spatzone. Het zal wel. Je hebt haar hekserij zien beoefenen, toch? Nee, ik heb niks gezien. Zo. Oh, het is dus 2-1. Als Torolai het vertelt, dan word ik van school gestuurd. Dan haal ik nooit mijn beste van de schooldiploma. Dan haal ik helemaal geen diploma. Kon ik Torolai maar laten vergeten dat ze me heeft horen praten over dat ik een heks ben. Oh, ben jij een heks? Ja, Frankie, dat weten we al lang. Hey, jij bent een heks. Los het op met de spreuk. Ik ben een heks. Jullie zijn geniaal. Naar het hol. Torolai, doe het niet. Dracula heeft een groot, goed hart. En doet er niet toe hoe sappig dat klinkt. Je moet haar leven niet verpesten. Oké, eerst bracht je me een miaucha latte met kattenbrokjesroom in plaats van schuim. En nu dit. Ik ben klaar met jou, Laguna. Dracula trekt zich niet eens terug uit de wedstrijd. Dus natuurlijk ga ik iedereen vertellen dat ze een heks is. Maar eerst ga ik ze vertellen over Signor Pipje. Monsters! Het is tijd voor giftige chills! Bijt op je tong, verspreek je niet. Laguna's geheim verdwijnt naar een griet. Luister even allemaal. Laguna! Laguna! Het rechteroor is dus verknollen. Ik snap niet wat er gebeurt. Ik wil gewoon wat water. Oh, bedankt, bedankt. Je bent net een prinses die de jongvrouw in nood heeft gered. Wat is er gebeurd? Ik heb mijn plannen gewijzigd. Laguna heeft... Ik kan Laguna's geheim niet verklappen, maar ik heb nog een ander geheim voor de zaal. Maar nu volgt het belangrijkste nieuws. Draculaura trekt zich terug uit de verkiezing voor hoofdschreeuwleader. Dit is met vuur spelen. Waarom, Draculaura? Iedereen is gek op je. Jullie willen haar niet als hoofdschreeuwleader. Ze overtreedt de regels en is een schande voor alle monsters ter wereld. Ze is een heks. Ja, vast, Torolai. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik heb bewijs. Ze heeft een heksenhol in haar kast. Kom maar mee. Torolai, doe dit niet. Ga uit de weg, allebei. Ik verzeker jullie allemaal, ze is een heks. Aanschouw haar heksenhol. Ik zie alleen maar een stofwolkje. Dit moet een van haar trucs zijn. Draai je terug, Draculaura. Draai je terug met een van je spreuken. Hoe kan ik het terugdraaien? Hekserij is toch verboden? Ik zweer dat ze een heks is. Jullie moeten me geloven. Dit is een dieptepunt, Torolai. Kom, we gaan stemmen. Laguna? Hi, ik begreep Torolai's plan en zwom door de pijpleiding om eerder bij je hol te komen. In 29 seconden. Een seconde sneller dan normaal. Laguna, ik ben je voor eeuwig dankbaar. Eeuwig zelfs? Terwijl je sterfelijk bent. Oh, Zeb, dat is echt veel dankbaarheid. Ik ben het meest dankbaar. Bedankt voor het beschermen van mijn geheim. Mededeling. De hoofdschreeuwleaderstemmen zijn geteld. En de winnaar is... Oh. Draculaura! Ja! Ja!
Alleen op snowboardreis? Het kostte mij letterlijk een millennium om mijn vader zover te krijgen dat ik naar hier mocht komen met vrienden. Alleen zou ik nooit mogen. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Heel erg voorzichtig. Maar ik moet iets toegeven. Door de sneeuwstorm ben ik gestrand en heel, heel erg ver van huis. Ik vond dit lege landhuis en het leek al heel lang leeg te staan. Dus ben ik naar binnen gegaan. Het spijt me heel erg. Ik was wanhopig. Ik was bang. Ik heb zelfs vallen gemaakt. Als bescherming. Dus dat was er aan de hand. Ik dacht dat mijn feestje gesaboteerd werd. Maar het was een noodgeval en je moest een slaapplaats vinden. En? Hoe is het om een enge Jerry te zijn? Nou, ten eerste is er niks engs aan ons. We zijn erg op onszelf. Soms is dat eenzaam. Als jij je eenzaam voelt, waarom ga je dan alleen op reis? Maar ik ben helemaal niet op een solo snowboardtrip. Mijn moeder is eigenlijk super overbezorgd. En ik ben weggelopen na een grote ruzie. Ik wilde doen wat jij zei. Ik wilde naar Monster High. Ik dacht, als ik kan laten zien dat ik mijn krachten onder controle heb, maak ze een uitzondering en mag ik komen. Maar mijn moeder weigerde. Ik was er klaar mee, dus ging ik buiten even afkoelen. Maar mijn moeder is toen vast gaan flippen, omdat het steeds harder en harder ging sneeuwen. En toen werd ik bezorgd en werd het erger. En ik verdwaalde en mijn snowboard ging stuk. En nu weet ik de weg niet meer naar huis. En ik maak me zorgen over mijn moeder. Sorry. Dat was niet de bedoeling. Geen zorgen. Je bent niet meer alleen. Je hebt ons. Wij krijgen je thuis. Maar eerst moeten we je moeder bellen. Zij maakt zich vast zorgen. We zijn bijna bij de bodemloze ijskloof van Doom. Vanaf daar is het niet ver meer. Mia Mika, zei je net de bodemloze ijskloof van Doom? Bedoel je niet wat anders? Nee, dat is het. Maar het valt wel mee. Er is een grote brug. Appeltje, eitje, slakkenpasteitje. En daar gaat... Ik zie de brug niet waar je het over had. Hey, plankgas, de remmen. Nee, ik probeer het, maar we stoppen niet. Dat mag niet zo eindigen. Niet in huis. Ik heb misschien een idee, maar ik weet niet of ik kracht genoeg heb. Abby, je moet het proberen. Oké. Je kunt het, Abby. Kom op, Abby. Je bent een bekwaam en charismatisch en beeldschoon monster. Ons hier niet. Wacht! Alsjeblieft, mevrouw Abominable, luister naar wat ik te zeggen heb. Ga jij mij soms van nog meer dingen beschuldigen? Geef jij mij soms de schuld van het ijs van 1999? Amma, Dark Laura is mijn vriendin. Monster High is veranderd. We kennen haar net, maar we weten dat Abby een geweldige, dappere, gekke, licht onhandige yeti is. Haar krachten zijn spectaculair. Ik bedoel, ze heeft een ijsbrug gemaakt. Echt waar? Dat is geweldig, sneeuwengel. Dit was niet de nachtlang die ik verwachtte of had gepland. En ik geef toe dat ik dat eerst moeilijk vond. Maar ik ben zo blij dat het zo is gegaan. Want nu ken ik Abby. Ze herinnerde mij aan waar deze dag voor staat. Vriendschap. En ik hoop dat u kunt zien dat wij niet zijn wat u had verwacht. En dat kan positief zijn. U moet de regels aanpassen zodat yeti's erbij mogen. Is dat wat je dacht? Oh, de spookheid. Yeti's zijn al jaren niet uitgesloten van inschrijving. Dat bericht was vorige eeuw al naar Mount Everest gevlogen. Ik denk dat ik ons heb afgesloten van de wereld. Inclusief bezorgd raken. Ik verstop me al zo lang hoog boven in de bergen. Ik had geen idee dat de wereld beneden mij veranderd was. Ik ben zo blij dat je vrienden hebt gemaakt die je accepteren zoals je bent. En als dit is wat je wilt, mag je meedoen op Monster High. Ja! Beste nachtlang ooit. Oké, iedereen. Hier is mijn nachtlang cadeau voor mijn beste vrienden. Het is de langste, koudste nacht. En je zoekt in de dichte mist. Volg de sporen in de sneeuw naar de plek waar jouw hart ligt. Kom binnen waar het licht schijnt. Iedereen is bij elkaar. Ja! Een feestje met mijn vrienden. Oké! Okay. Iedereen staat al klaar. Dus kom maar feesten. Geen spoor!
nooit meer van die rust niet te vinden. Als het schoolhoofd ontdekt dat ik aan hekserij doe, vertelt ze het aan papa en... Over de duivel gesproken? Nee, de duivel is de vader van Heath. Heeft een sikje, gaf ons puitjes en 24 uur nieuwszenders. Dat is Dracula. Hé, hey, papa. Papa, je bent gemute. Dus ik heb net de PFFT-beoordeling al gedaan. Ik heb een vampier verbannen voor een kledingovertreding. Streng, maar het is duidelijk. Basketbalpetjes zijn niets voor ons. Ik ben er bijna. Vleer klaar! Idee! We kunnen dat rustig rondje pakken met... accessoires! Wow! Een geheime kast vol bionische protheses? Fantastisch! Hulp bij de vangst van een heerlijk aardappelproduct? Daar heb ik een armpje voor. Frankie zal het vangen en... Ik doe de spreuken niet. Mijn weerwolfneus ruikt... melig, zoutig, aardappelen. Hier zo! Pak aan, Rusty. Schuivende schaduw, hart van de storm. Doe wat ik nu zeg, kom ervan. De grote, krachtige geesten van Monster High willen dat ik meer groente eet. Bedankt, Monster High! Vervorm! Was dat de bedoeling? Dracula arriveert over 3 minuten. Voor je praatje misging. Maar dan word ik nog steeds van school gestuurd. En mijn vader prikt zo door mijn leugen. Je had dat toverboek niet alleen voor je anti-hekserij toespraak, of wel? Nee, ik deed aan hekserij omdat ik... Ik van hekserij hou. Ik voel me dan veel meer mezelf. Maar je hield een hele anti-hekserij toespraak. Ik denk dat ik mezelf wilde overtuigen. Iedereen wil dat ik een regeltjesfanaat ben zoals mijn vader. Ik wil gewoon een heks zijn. Maar dat hoort niet als vampier. Nou, volgens mijn weerwolfogen ben je een vampier en ben je een heks. Echt waar? Ik ben een heks. Ik ben een heks. Deze heks gaat nu toveren. Levend eten, val in slaap. Snacktijd. Snack. Hekserij? Wie zit hier achter? Ik was het. Als ik het schoolhof mag toespreken, de regel is dat hekserij verboden is voor monsters. Maar Claudine is half menselijk. Dit was haar mensenkant. Advocatenbrein? Dus een vormfout. Dracula is er. Oeh, Dracula is hier. Kom mee, Draculaura. Onze PFT mag niet zien dat zijn dochter omgaat met deze herrieschoppers. Dracula, het is altijd een eer om een monster van uw kaliber te gast te hebben. Goedenavond, schoolhoofd. En daar is mijn perfect bedorven prinses. De film van vanavond is geweldig. Uit 1985, Vampier 2. Nog meer bloed. Draculaura? Waarom klop je? Kun je me binnenvragen? Ja, maar het is ook jouw kamer. Niet lang meer. Ik ben je dankbaar voor wat je vanavond deed, maar ik mag je niet in gevaar brengen. Daarom ga ik weg uit onze kamer. Maar als je dat doet, hoe gebruik je dan deze heksenglot? Ik mag dan misschien nog niet alles weten over hoe je een monster moet zijn. Maar mijn weerwolfinstinct vindt dat we een roedel zijn. En daarom staan we voor je klaar. Hoe dan ook. En wat je ook kiest om te zijn. Dank je. Oh, laten we knuffelen. Ah!